Het loon is niet de enige factor die bindend is voor het Surinaams zorgpersoneel, zei gezondheidsminister Umar Ramadien vandaag tijdens de uitreiking van bereidsverklaringen aan het zorgpersoneel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De minister zegt dat hij verrast is dat de overheid het zo snel kon organiseren dat er vandaag 200 kavels konden worden toegewezen aan het personeel. Het is heel belangrijk om te overleven, om door te gaan en ook gemotiveerd te blijven. Maar er waren meer bindende factoren die genoemd werden. En ik ga een paar van ze hier noemen, omdat dat wel belangrijk is voor het groter plan. En het hebben van een terrein, een stuk grond, is een van de eerste zaken die genoemd werden door mensen. En niet eens nog een woning, want daar begint het. Een stuk grond is de basis waar we aan moeten gaan kijken. En president, u noemt het vaak low-hanging fruits. Dit waren de eerste zaken die we konden realiseren. Meneer Pool, u weet het ook, de gesprekken. En ik wil één persoon die hier niet is, wel ook bedanken. Dat is minister Albert Ramdien, die vanaf het begin in de gesprekken met de ABLAS in clusterverband, vanaf punt 1 heeft gezegd, nou als dit iets is dat direct te realiseren is, waarom moeten we nog langer wachten? Het gaat om ongeveer 1000 percelen die beschikbaar gesteld zijn voor het verpleegkundig personeel. Hiervan zijn de eerste 200 alvast afgehandeld. Voorzitter van de Algemene Bond Personeel Academisch Ziekenhuis, Lloyd Pool, zegt dat de vakorganisatie vecht voor lange termijn doelen en waardevaste zaken voor haar leden. Daarom hebben wij vanaf ons aantreden ons voornaamste doel gesteld en dat is betaalbare bouwkavels voor het AZP-personeel. Via de overheid hebben wij een stuk land aangevraagd, maar hebben ook geprobeerd via projecten van anderen onze leden in aanmerking te kunnen laten komen voor een bouwkavel. Het ging allemaal niet van een leien dakje. Maar zoals ik u altijd meegeef, is opgeven geen optie. Zaken gaan niet altijd zoals wij willen, vooral niet zo snel als wij willen. Maar if we give up, dan is het klaar. Als bestuur hebben we het opgezet totdat de regering heeft gezegd, Abon Ablas, er is een overheidsproject te komen wijnen waar er nu een persoon bezig is. Zo zijn we de heer Emmanuel tegengekomen. Pool merkt op dat het een heugelijk feit is dat het vandaag zo ver gekomen is dat er percelen worden uitgereikt aan personeelsleden van het AZP. De voorzitter stelt dat de bond niet op de overheid zal wachten voor de ontbossing van het terrein, maar de mensen zelf daarvoor zullen inkomen.